Vandaag neem ik met jullie mee naar de wijk Drievliet. We hebben dit punt gekozen om de video te starten. En dat is niet voor niks, want we kunnen hier heel mooi zien dat de wijk is omgesloten door allerlei parken en groen. Hier het Oosterpark. En ook de wijk zelf heeft veel parken en groenstroken in de wijk. En dat maakt het hier natuurlijk heel, heel plezierig wonen. Daarnaast ga ik jullie de wijk ook van binnen laten zien met alle voorzieningen en verschillende type woningen. Kom maar mee. Aan de rand van de wijk vind je het Oosterpark. En dat is een plek waar je lekker kan fietsen, je kan wandelen. Maar je kan ook zwemmen, bijvoorbeeld in deze zwemvijver. Dus eigenlijk om de hoek een plek dus waar je kan recreëren. Zo'n driekwart van de woningen in deze wijk zijn grondgebonden woningen, zoals we dat noemen. Dat zijn woningen met een tuin. Tussenwoningen, hoekwoningen, terwijl in kapwoningen en vrijstaande woningen. Eigenlijk in ieder segment vinden we hier wel wat. Bijna de helft van deze woningen zijn koopwoningen. We lopen hier in wijkwinkelcentrum Vlietplein. En hier vind je eigenlijk alle dagelijkse boodschappen die je nodig hebt. We hebben hier twee supermarkten, maar ook een slager, een bakker, een groenteboer. Wil je meer weten over wonen in Drievliet of in de wijk Het Zand? Neem dan contact met ons op. We kunnen je alles vertellen over de wijk, wat de mooie plekken zijn en waar je op moet letten. Neem contact op met Deltamakelaars en hopelijk zien we je dan.